Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 27 januari. Zet afleidingen aan de kant. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jesaja 26 vers 9. Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Er zijn veel dingen in de wereld die de stem van God kunnen overstemmen en Hem heel ver naar de achtergrond van ons leven duwen. Deze afleidingen komen in vele vormen, van TV tot radio, van eten tot hobby's. Zelfs onze familie en kerkactiviteiten kunnen ons soms afleiden en ons ver van God wegtrekken. Echter, voor elk persoon komt de dag dat alleen God overblijft. Al het andere in het leven gaat uiteindelijk voorbij. En als dit gebeurt, dan zal God er nog steeds zijn. Gods woord leert ons dat het geen bekend is over God voor iedereen duidelijk is, omdat Hij zichzelf kenbaar heeft gemaakt in het innerlijke bewustzijn van de mensheid. Zie Romeinen 1, vers 19 tot 21. Een ieder zal op een dag tegenover hem staan en verantwoording moeten afleggen over zijn of haar leven. Zie Romeinen 14, vers 12. Als mensen God niet met hun leven willen dienen en wanneer ze hun eigen weg willen gaan, vinden ze manieren om zich te verstoppen of negeren deze instinctieve innerlijke kennis van hun maker die met hen wil praten en hen de weg te wijzen die ze zouden moeten gaan. Maar niets kan ons innerlijke verlangen naar God bevredigen dan door gemeenschap en omgang met Hem te hebben. Jesaja heeft onze honger naar God goed uitgedrukt toen hij schreef: Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Jesaja 26, vers 9. Van God horen is essentieel om te genieten van zijn eeuwige plan voor ons leven. Naar God luisteren is onze keuze. Niemand anders kan die voor ons maken. God zal ons niet dwingen om Zijn wil te kiezen, maar Hij zal wel alles doen wat Hij kan om ons aan te moedigen om ja te zeggen tegen Zijn wegen. Zo, wat leidt jou af om naar Hem te luisteren? Een ongezonde relatie? Een baan? Een slechte gewoonte? God praat met jou en Hij verlangt naar omgang met jou. Zet die afleidingen aan de kant en volg Hem. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, zoals Jesaja, verlangt mijn ziel naar U. Ik weet dat ik naar uw stem moet luisteren, meer dan naar wat dan ook. Ik weet dat wanneer ik de afleidingen aan de kant zet, U trouw mij tegemoet wil komen. In Jezus naam. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods Woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.